En welkom in de studio, beste kijker. Het overlegcomité heeft deze middag beslist om de zogenaamde paaspauze in te voeren. Verstrenging van de coronamaatregelen. Het onderwijs wordt opgeschort, althans in het lager, middelbaar en hoger onderwijs. Niet-essentiële winkels kan je enkel nog bezoeken op afspraak. Contactberoepen kunnen niet doorgaan en noem maar op. Meteen aansluitend was er hier de plenaire zitting met natuurlijk een pak vragen voor de regering. Daar aanwezig in het overlegcomité, minister-president Jan Jambon. En ook opmerkelijk, zoals u zag, een onderwijsminister Ben Weitz met toch forse kritiek op de beslissing om winkels open te houden, maar scholen te sluiten. Goed, voer voor een verder gesprek bij ons, de fractieleider van CD&V, Peter Van Rompuy. Goedenamiddag, meneer. Goedenamiddag. Meneer Van Rompuy, Jos Daase van PVDA zei, als het stapt als een lockdown, als het kwaakt als een lockdown, noem het dan gewoon een lockdown, een derde lockdown in plaats van die paaspauze. Ja, wat mij betreft noemt men het wat men het wenst te noemen. Hè. Een paaspauze, een rustpauze, een lockdown. De maatregelen zijn wat ze zijn. Het zijn drastische maatregelen en ze worden gedicteerd door drastische stijgingen van de cijfers van de besmettingen. En de komende 4 weken zal een zware periode worden. In het bijzonder voor de mensen die het al moeilijk hadden. En ik denk dat we de komende dagen veel werk zullen hebben binnen de meerderheid en binnen de regering om te kijken hoe we de mensen die door deze maatregelen getroffen worden maximaal kunnen ondersteunen. En daarbij denk ik zowel in het onderwijs, ouders, leerkrachten en dergelijke meer, evenals zelfstandige bedrijven en KMO's. Want ook voor de winkels en voor de niet-medische contactberoepen zijn er toch ernstige ingrepen beslist geweest vandaag. En zoals ik zei, ik denk ook dat het moeilijk anders kon als je keek naar het tempo waarop dat de besmettingen overal waren aan het toenemen omwille van die Britse variant. De minister-president heeft daar net cijfers gegeven over de intensieve zorg die in enkele weken tijd van, ik denk, 200 naar meer dan 600 COVID-patiënten vandaag gestegen is. En we moeten absoluut voorkomen dat we in een exponentiële fase zouden belanden. En daarom zijn deze maatregelen moeten genomen worden, omdat de cijfers ons geen andere keuze lieten. Ja, geen andere keuze. En noem het inderdaad zoals je wil. Maar je zou kunnen zeggen, een geluk bij een ongeluk. We zaten alvast al in een abnormale situatie. Je zou het haast vergeten, maar horeca is gesloten. Sociale bubbels waren beperkt. Dit komt er nog eens bovenop. Kan je dit dan een lockdown noemen? Ja, opnieuw. Voor mijn part noemt men het wat men het wil noemen. Ik denk dat voor de burger het dan ook totaal koud laat hoe men dit noemt. Het zijn de maatregelen op zich die ertoe doen. En dat zijn jammer genoeg zware maatregelen die genomen moeten worden. Zowel voor zelfstandigen, voor ouders. Die worden allemaal getroffen. En ik denk dat in de aanpak men ervoor gekozen heeft om te vertrekken vanuit de vaststelling dat het virus overal is. Dat het zowel op het werk, op de school als in het gezin aan het stijgen is. En dat we dus moeten voorkomen dat we een soort waterbedpolitiek voeren, waarbij we enkel drukken op één kant van het bed om dan vast te stellen dat het elders het virus omhoog komt. Men heeft beslist om overal in te grijpen, van iedereen een inspanning te vragen. En dat is denk ik wat aan de basis ligt van de besluitvorming die men vandaag in het overlegcomité genomen heeft. Een drastische maatregel is daar het stoppen 1 week voor de paasvakantie van het contactonderwijs in lager, middelbaar en hoger onderwijs, kleuterklasjes. Dat is nog iets anders. Dat betekent dat leerlingen thuis zullen zijn. Het is nog niet helemaal duidelijk of dat zal gepaard gaan met afstandsonderwijs en hoe je voor het middelbaar die examens gaat organiseren. Maar daar was toch opmerkelijk de eerste tussenkomst en reactie van onderwijsminister Ben Weitz. Die zei, een IKEA die mag open blijven, maar scholen die moeten gesloten zijn, dat begrijp ik niet. Kinderen opofferen om winkels open te houden. Dat kwam wel hard binnen. Dat was daar toonde zich een Vlaamse regering die het eigenlijk graag anders had gezien. Kijk, overlegcomité neemt een beslissing. Dat is een collegiale beslissing. En eenmaal ze genomen is, moeten we ze uitvoeren. En zoals ik daarnet zei, het virus stijgt overal. En dus moesten er in alle
domeinen van de maatschappij en van het bedrijfsleven inspanningen en maatregelen genomen worden. En dat is ook wat men uiteindelijk beslist heeft. Ik heb ook gehoord dat de minister gezegd heeft, kijk, dat hij deze avond zal samenzitten met de onderwijskoepels om uitvoering te geven aan deze beslissing, om ervoor te zorgen dat dit op een ordentelijke manier kan verlopen. Dat zal nog, denk ik, een lange nachtelijke vergadering worden om al die verschillende beslissingen te nemen. Maar opnieuw, laat ons vooral geen opbod hebben tussen deze of gene bevolkingsgroep, tussen deze of gene sector. Het is een inspanning die we vragen van iedereen op een vrij evenwichtige manier. Maar het is en blijft een zware inspanning die iedereen zal moeten leveren om erdoor te komen en om de curve terug naar beneden te krijgen in de hoop hè, dat we na Pasen toch eindelijk wat licht aan het einde van de tunnel kunnen zien. U zegt de beslissing is genomen door het overlegcomité, we zullen die moeten uitvoeren. Zou het dan beter zijn dat onze onderwijsminister zich daar ook volmondig achter schaart en nu niet terugkomt op het beslissingsproces en aangeeft van wat dan het liever niet? Maar opnieuw, de beslissing die is genomen. Die is collegiaal genomen. De minister heeft ook gezegd dat hij ze zal uitvoeren. De publieke opinie heeft nu, vraagt niet van deze of gene mening te kennen. Nee, vraagt nu dat die beslissing wordt uitgevoerd op een zo ordentelijk mogelijke manier, in de mate dat het mogelijk is. Het zal nog altijd niet eenvoudig zijn om de agendas van de mensen in elkaar te puzzelen. Zeker bijvoorbeeld ouders die niet kunnen telewerken, die staan toch wel voor een uitdaging. Ik denk dat we daar nu naar moeten kijken, maar niet meer naar het verleden. De beslissing is genomen, zoals ik gezegd heb. De mensen verwachten van ons dat er geregeerd wordt. En dat is ook wat we in de komende dagen en weken verder moeten doen. Het is een opdoffer, hoe dan ook, voor iedereen en geen enkele minister of politicus acht zo'n lockdown, als we het dan zo mogen noemen, wenselijk. Maar toch, er waren natuurlijk de boodschappen de voorbije maanden, zoals van de nieuwe federale regering die zegt, we zullen geen bedrijven meer sluiten, zoals een Vlaamse regering die wel zei van, wij gaan hoe dan ook geen scholen meer sluiten en dergelijke meer. Ja, op een bepaald moment kom je als politicus jezelf tegen, hè. Nu blijkt het toch nodig. Kan ook de teleurstelling des te groter maken bij mensen. Misschien had men wat te hoge verwachtingen gekweekt de laatste tijd. Ja, we zijn vooral allemaal de cijfers tegengekomen. De Britse variant, men had voorspeld dat die het ons moeilijk zou maken rond deze periode. Alleen heeft de Britse variant zich nog sneller verspreid dan de modellen voorzien hadden. Men had voorzien tegen het einde van de maand 200 ziekenhuisopnames per dag. We zitten vandaag al aan 282 ziekenhuisopnames. Kijk, dat is de harde realiteit waarmee we geconfronteerd worden. Die een realiteit die op enkele dagen tijd volledig anders kan zijn dan misschien maar amper een week geleden. Ja, het is snel gegaan, hè. Het is heel snel gegaan eigenlijk, hè. Twee weken geleden. Het gaat bijzonder snel. Hè. En dus daarom ook dat het woord schakelen zo wat het woord geworden is van de afgelopen weken. Ja, het virus heeft versneld en de politiek is moeten volgen. En dat is natuurlijk nooit de wens om zulke maatregelen te nemen. Integendeel, maar dit is een pandemie, er moet ingegrepen worden. En ik denk dat de publieke opinie ook verwachtte vandaag dat er beslissingen zouden genomen worden om te voorkomen dat er een derde golf komt. Want laat ons duidelijk zijn, wat nog erger zou geweest zijn dan deze maatregelen, is natuurlijk een derde golf. Het zou zowel erg zijn voor de zorg, maar ook voor de economie. We hadden geen andere keuze dan dit type pakket van maatregelen te nemen. En als je ook kijkt naar de rest van Europa, ongeacht de investeringen die men gedaan heeft in contact tracing, zelftesten en dergelijke meer, niemand heeft de Britse variant kunnen de kop indrukken, de cijfers stijgen. Overal in Europa, in Frankrijk, in Duitsland, in Nederland heeft men deze dagen soortgelijke maatregelen moeten nemen. En vandaag hebben wij dat ook moeten doen. Het is de realiteit die ons daartoe dwingt, de realiteit van het virus. Ja, om te eindigen met een lichtpuntje, we doen dit ook om onze zomer te redden of een zo normaal mogelijke zomer.
Ja, ik denk dat we allemaal wel afgeleerd hebben om onnodig veel perspectief te geven. De korte termijn is jammer genoeg de lange termijn geworden in deze pandemie. Dus ik ga nu niet zeggen, na Pasen komt het allemaal wel in orde. We moeten nu door deze paasperiode heen. En daarna zullen we verder zien wat het ons opgebracht heeft en of er op dat ogenblik wat meer perspectief geboden kan worden aan de mensen. Ja, over die strijd tegen de pandemie en die Britse variant. Zeer bedankt, Peter Van Rompuy, voor dit gesprek. Graag gedaan.